Verplichte mondkapjes. Kent u die uitdrukking? Mondkapjes, er is niets dat zoveel duidelijk maakt... over onze dwarse Hollandse volksgeest... en het zwabberbeleid van kabinet Rutte als het dragen van mondkapjes. Mondkapjes, Nederland was in het begin het Gallische dorp... dat zich verzette tegen de rest van de wereld. De uitspraak van Jaapie van Dissel is inmiddels een klassieker. En de conclusie van het OMT is dat er momenteel... op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes. Nee, mondkapjes niet nodig, zei Jaap. En de medische mochten we niet eens kopen. Hij zal er nog wel eens aan denken als hij zwaar getafeld heeft. Maar zie daar een wetenschappelijk jaartje later. En wat zegt ons wetenschappelijke eti nu? Goedenavond. Gebruik een medisch mondmasker... in drukke winkelstraten en ook in het hoger onderwijs. Dat adviseert het OMT aan het kabinet. Noem het voortschrijdend inzicht, noem het zwabberen. of zoals één vandaag het mooi samenvatten. Het mondkapjesbeleid in Nederland is eigenlijk samen te vatten in vier woorden: kapje op, kapje af. Vorige week werd het duidelijk weer kapje op. Mondkapjes, overal en altijd verplicht in bijvoorbeeld het mbo en HBO-onderwijs. Nou, alleen al leerlingen in de klas die dingen correct op laten doen, is een beetje hetzelfde als een kat in bad doen. En oh, de regels zijn binnen een week alweer aangepast, namelijk als er afstand gehouden kan worden. Lekker duidelijk, kabinet. Elke week andere regels. Dat werkt zo goed op een school. Toppie. De medische mondmaskers, die ineens werden aangeraden, bijvoorbeeld FFP2, zijn nauwelijks te krijgen in Nederland. Lekker afgestemd weer. Ik heb ze dus in Duitsland gekocht, want ik ben liever safe than sorry. FFP2, ik zat safe. Maar ja, dan zie ik een onderzoek bij een vandaag van weer een expert. Raken die nooit op? En die zegt weer dit. Eigenlijk maakt het niet zoveel verschil of je dan een medisch of niet-medisch mondmasker draagt. En dat geldt ook voor de zogeheten FFP2-maskers. Oh, medische helpen dus niet extra. Lekker, net twee dozen besteld bij de oosterburen. Ik draag ze in de klas, want op de scholen is het nu een puinhoop. Volgens de regels mogen leerlingen met een besmette huis of familiegenoot toch naar school. Elke school dreigt een superspread event te worden. Of is het al? Een kwart zit thuis. En mijn leerlingen kijken geen persconferenties en ze onthouden niks. Maar de uitspraak van Jaap van Dissel van een jaar geleden, die kennen ze allemaal. Dingen helpen toch niet, meneer? Zeggen ze zelf. Echt, die zelfverzekerde uitspraken van Jut en Jul werken nog steeds door. Het risico kan ook zijn dat je schijnveiligheid voelt en denkt, nou, ik ben eigenlijk een beetje aan het snotteren, maar ik kan toch naar buiten, want ik heb een mondkapje. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Ferdi Grapperhaus spande wel de kroon met zijn seniele liedje. Zeg, mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Ja, en toen stond clownje Ferdi ze in het najaar weer uit de prullenbak te halen. Kijk, ik vind ze ook niet prettig. Mijn niet-wetenschappelijke mening. Ik denk dat het een klein beetje helpt. Dus... Maar de boosheid van sommige Nederlanders over mondkapjes. Ik plaatste vorige week op Twitter een selfie van mij in de klas met mijn FFP2-mondkapje op. Duidelijk een beetje gekscherend. Op Twitter was ik direct een gestoorde docent, een kampbewaker, waar je je kinderen niet bij moet laten. En toen ik geschrokken antwoordde dat ik ook een beetje voorzichtig ben voor mijn bejaarde ouders, was het antwoord: voor twee oude mensen die waarschijnlijk hun levensverwachting al hebben volbracht, moet een klas jongeren door hun mondkapje het risico lopen op hersenbeschadigingen. Lekker sociaal. Nou, zal zo even mijn ouders bellen met het slechte nieuws. Echter, RTL Boulevard wist een jaar geleden al dat mondkapjes een nog groter gevaar in zich dragen. Want als je denkt dat corona het gevaar is, think again. Luister niet naar virologen of immunologen. Luister naar. Dermatologen die trekken aan de bel en zeggen ja, omdat zo'n masker de boel afsluit, je adem erin, blijft rondcirculeren, het gaat je poriën verstoppen, bacteriën krijgen daardoor de kans, meer talgafscheiding, en dan krijg je kleine acne-puntjes. Kleine acne-puntjes. Ook dat nog. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.